It's all I wanna do. Welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn naam Zesra. Vandaag spelen we een potje 10 damage op de map. Kom bij weer natuurlijk. En we gaan proberen een chill potje tegen deze Christmas noobs neer te zetten. Zoals iedereen de spelers noemt die nu op dit moment Call of Duty spelen. Als je bijvoorbeeld level 3 bent, dan noemen ze je gelijk een Christmas noob. Maar, ik zeg jullie één ding. Niet iedereen is slecht die level 3 is. Echt, dat moet je niet geloven als iedereen zegt van... Oh, jij bent slecht omdat je level 3 bent. Dat is gewoon pure bullshit. Want iedereen kan chill zijn als je level 3 bent. Dus we gaan vandaag spelen met de Razorback Submachine Gun. Met op een long barrel en natuurlijk Extended Max. Zullen jullie weten, kan ik mijn specialist nog steeds niet inkallen. Dus ga er maar gewoon van uit dat deze hele week dat jullie Call of Duty Black Ops 3 video nog zien. Geen specialist ingecallt kan worden. Dus echt, het spijt me jongens. Maar ja, mijn controller heeft me even gefukt. Ik kan er niks aan doen. Binnenkort is het verholpen. Dat is mooi natuurlijk. Maar nu eerst gaan we gewoon chill het potje proberen te neer te zetten. Jij staat hier lekker met je XM53. Die heb ik nu even opgepakt voor jou. En dan kill ik je nu mee. Best wel slecht eigenlijk van me, maar goed. Kijk. Koekoek. Oh, er zat er daar ook nog één. Mijn auto-aim ging expres naar hem toe. Iedereen heeft auto in het spel. Niet denken dat ik een hacker ben, maar mijn poppetje dreef opeens zo die kant op. Er zat dus een enemy. Oké, ik heb een assist. Alsjeblieft, enemy. Oh, de Razorback is soms zo slecht, hè. Op lange afstand is die veel beter dan op korte afstanden, vind ik. En in de beta was dat ding toch echt een partijtje chill. In de beta hebben ze er gewoon... Wat is dit voor KM dan? In de beta hebben ze er gewoon... Is hij gewoon misschien iets te OP geweest? Teammate, jongen, wat ben jij voor retard? Kippenpootje NL. En goed gedaan, jongen. Maar maakt niet uit. Kan gebeuren, ik maak ook wel eens fouten. Wat wou ik zeggen? In de beta was de Razorback gewoon... Super chill, echt waar. Ik had... Oké. In de beta speelde ik zo letterlijk elk potje wat mee. En nu niet, want hij zat beneden. Ik speel nu... niet elk potje ermee. Dude. Je mag wel wat sneller doodgaan, maar... Is die gozer weer met de Black Cell? Of XM... Team is achter je! Jongens, laat even in de comments weten of ik een video met dit wapen op moet nemen. Oh, maar ja, dat gebeurt dus. Als je bijvoorbeeld een RPG schiet en die kogel schiet je uit je launcher en je wordt gekilled, dan verdwijnt die kogel gewoon uit het niets. Geef maar even deze kaim. Ik vind het best wel een lollig ding. Koek, koek. Oké, wacht. Hier ligt een MR6. Oh, hier. Kijk. Ik heb nu één snelle triggervinger door dat ene knopje, omdat ik mijn R1 nu gebruik. Je hoeft natuurlijk veel minder snel of veel minder in te drukken voordat hij al afgaat. Dus ik kan nu veel sneller triggeren. Moeten we... Zie je? Huppakee jongen, triggervinger to the max. Zo doen we dat. Hier een windje erin kallen. We hebben... We moesten met de Razorback spelen, maar ik laat het gewoon even met dit wapen zien, want die is OP als fuck. Ze hebben een care package, by the way. Nu heb ik jullie care package. Er zit een hellstorm in. Er zit daar een enemy. Koekoek. Koekoek. Hij spant sowieso achter me. Even weg gaan hier dus. Koekoek. Oké, ik kan hem met dat ding in. Nou, laten we maar hier opgooien. Oké. Blijkbaar ging hij niet dood door mijn hellstorm. Jongens, ik ga ook een video met de MR6 opnemen. Want holy shit, dat ding is sterk.
We staan tegelijk qua punten. Dat wil ik niet. Ah, ik ben geoutgunned. Fuck! Holy shit, jongens. We gingen even beest met dat ding. We gingen eventjes beest met die MR6. Ik pak hem gewoon weer op. Ik kan even als sidearm. Maar we gaan even wat kills met de Razorback weer pakken. Threat neutralized. Oh, je dropt echt zo fucking snel iemand met die MSS, jongen. Ik zweer. Ik vind hem eigenlijk dan nog wel chiller dan de RK5. En de L-car, ja, ja. Ik weet niet wat je daarvan moet vinden. Het is niet echt een... chill wapen. Sommige mensen vinden hem chill. In hardcore is hij wel chill, dat geloof ik best. Maar in hardcore is elk wapen chill. Ik denk dat het chills in hardcore de Shiva is. Dat is in online of in regular is dat al... two shot kill. Laat staan in dit spel. En ik heb de final kill cam. 29-8 is ons eindscore natuurlijk. We zijn op dit moment level 122. Dus best wel ver al. Maar we moeten dus nog 888 levels geloof ik. Dus we hebben nog een hele weg gegaan. Mocht je genoten van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog af natuurlijk. En ja, check de andere video's van vandaag, dat zou ik even zeggen. En ik bedank jullie heel erg voor het kijken in deze video. Laat je blauw duimpje omhoog achter. En tot morgen bij een nieuwe video, jongens. Zoals ik altijd zeg, doei!